Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag maandag, de 28e. Vandaag heb ik echt een hele leuke dag. Vandaag heb ik een Friends and Family Day op mijn werk. Ik werk bij de Primark. En ik heb 2 VIP-kaarten gekregen. En ja, wij mogen dus op deze dag voor het eerst gaan shoppen in de winkel. Wij zijn ook de eerste die mogen gaan shoppen in de winkel. Want de winkel is niet voor iedereen open. Eigenlijk alleen voor de medewerkers en voor hun vrienden. En voor hun familieleden. En helaas had ik maar 2 kaarten gekregen. Dus ik ga daar met Cyrano en zijn moeder naartoe. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg spannend en leuk. Want ik zag zoveel dingen die ik niet in andere filialen zag. Maar wel in onze winkels. Dus die mag ik nu eindelijk gaan kopen. Na deze video ga ik natuurlijk ook een Primark shoplog maken. Want ik wil jullie natuurlijk uitgebreid laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Dus dat ga ik niet in deze video doen. Maar wat ik wel ga doen, ik ga wel de video filmen. Ik ga wel de winkel filmen, zodat jullie wel een beeld krijgen van de winkel. Want het gaat natuurlijk verschrikkelijk druk worden. En ja, natuurlijk wil je weten hoe de winkel eruit ziet. Misschien denk je van, nou, hier hoef ik niet naartoe te komen. Maar ik weet zeker dat als jullie dit zien, dat jullie gegarandeerd naar de winkel gaan willen gaan. Want deze winkel is echt top. Deze winkel is zo mooi. Er is zoveel te zien. Echt waar. Je gaat gek worden als je dit ziet. Er zijn 6. Ja, er zijn 6 verkoop. Er zijn 6 verkoopverdiepingen. Dus mensen, ik ga jullie daar gewoon gezellig bij meenemen. Het is nu volgens mij bijna 5 uur. Dus ik moet snel doen. Mijn trein halen. En dan gaan we dus naar Amsterdam Centraal. De moeder van Cyrano mieten en daarna gaan we door naar de winkel. Dus Amsterdam Centraal. Sorry. Amsterdam Centrum. Nee, we zijn nu in Amsterdam Centrum. En we zijn met de moeder van Cyrano. Hoi. En het is echt mooi in het donker hier. En we gaan hier naar de Primark. En dan gaan we lekker shoppen. Tranen in je ogen. Geef vertrouwen in de man. Je hart keer op keer gebroken. Je probeert maar steeds weer. Oh, 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 oh. Het liefst wil ik met jou zijn, meisje. Ik kan niet broke zijn met jou bij me. Jij bent mijn plus wanneer ik min ben. Je praat met mij ook als ik niks zeg. Ik weet, jij weet niet wat real love is. Maar ik geef het jou. Ja, ik geef het jou. Tjare waka. Wat ik wil is dat jij mij vertrouwt. Waardering soms moeilijk te vinden. Laat me niet los, mami, ik probeer te binden. Maar je weet dat ik totaal niet weet waar ik moet beginnen. Mijn verleden met mijn ex, ongeveer dezelfde dingen. Wanneer ik niks heb, wanneer ik niks heb. Nog één, ik hoef alleen maar te zijn op een feest. En het is een probleem, girl. Jij en ik gaan door een hele shit.
Maar als je blijft hangen, kom je niet verder meer. Dus boek een vlucht, we gaan loesoe, we gaan overseas. Voor jou doe ik zelfs mee met je yoga team. En je weet wat voor nigger ik ben, ik doe dat niet zomaar. Wacht, ik kom daar, ik ben zo daar. Fuck die host daar, je zit er zo naast. Was met boys daar, shit, ik wil met je zijn tot opa en oma, yeah. Charewaka. Wanneer ik niks heb, wanneer ik niks heb. Hoeveel uurtjes zijn we verder? Het is half negen. Het is nu half negen. We zijn 2,5 uur in de Primark geweest. Dat hadden we niet gedacht. Maar we hebben echt hele leuke dingetjes gevonden. Oeh, kijk hoe niet. Jezus. Zo. Dat was echt rustig. Maar we hebben echt hele leuke spulletjes gekocht. Ook voor een nichtje van Cyrano. En oeh, het is koud. Die hele wind gaat door mijn mouw. Maar ja. Wat vond u van de Primark, mevrouw? Nou, vond ik leuk. Ik heb genoten. Cyrano. Ja, het was gewoon spannend. Winkel, het is een mooie winkel. Wat een rustige sfeer. Ja. Wat tot wel nu een beetje toe, druk hè? Eigenlijk tot voor nu toe. Al. Het is laatst wanneer de winkel open is. Vond je het al binnen. Druk? Het was best wel druk op sommige verdiepingen. Ja. Ja, dames hè. Ja. Ja, op zich wel. Wat vond je van de herenverdieping? Is het voor de heren het waard? Is het voor de heren waard? Ik waar je van houdt toch. Dus, ja. Maar er is wel. Keuze. Okay. Maar niet voorbij meer. Smaak okay. Dat is het. Ik voel mijn gezicht glimt, jongen. Maar ja, we gaan nu naar Centraal Station. En daarna gaan wij naar huis. En de moeder van Cyrano gaat ook naar huis. Maar thuis ga ik de vlog wel afsluiten. Dus ik zie jullie zo. We lopen nu op een kruispunt waar ik ook altijd bijna word aangereden. En volgens mij is er iemand aangereden. Check. Jullie kennen het wel hier zo bij het Victoria Hotel, bij de stoplichten. Oeh, wacht. Oh. Wat wilt hij doen? Maar we mogen hier niet eens fietsen. Wow. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb mijn huispakje aan van Minnie Mouse. Zit zo lekker. Maar goed, in ieder geval, ik ga mijn gezicht nu eventjes snel schoonmaken. En tegelijkertijd ga ik jullie vertellen wat ik van Primark vond. Nou, ik vond het heel erg leuk. Ja, ik wist natuurlijk al hoe de winkel eruit zag. Maar eindelijk mocht ik de dingetjes gaan kopen die ik wou kopen. En dat het zo druk zal zijn. Het was echt mega druk. En ik had echt verwacht dat misschien, ja, ik heb 730 collega's volgens mij. Waarvan volgens mij 300 mensen aan het werk waren, dus die mensen konden sowieso niet winkelen. En elke persoon nog 2 mensen meenemen, dus ja, ja. Heel veel mensen zeiden ook dat ze niet zouden komen. Dus ik had gewoon echt verwacht dat het niet druk zou zijn, maar het was gewoon echt druk. Mensen kwamen gewoon echt wel tegen elkaar aan. En dit waren echt alleen maar collega's en een paar vrienden. Laat staan, echt. Iedereen gaat komen, man. Dit wordt echt gekkenhuis. Echt. Maar dat is gelukkig nog wel te doen met afrekenen. Geen lange rijen en al dat soort fratsen. Maar dat gaat sowieso wel komen, denk ik. Dit gaat echt komen. Dus mensen, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik weet niet of ik het al verteld had, maar ik ga het nog gewoon nog een keer vertellen. Ik kan het me niet meer herinneren. Ik ga een van deze dagen een Primark shoplog opnemen. Waarbij ik dus de producten die ik heb gekocht laat zien ook ga aandoen. En ik heb ook iets gekocht voor jullie. Dus ik ga ook een giveaway geven van de Primark. Dus hou mijn kanaal vooral in de gaten. Voor de mensen die deze video leuk vonden, vergeet geen duimpje omhoog te doen. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal, zodat je op de hoogte blijft van de leuke video's. En de volgende video waarin ik dus een Primark shoplog ga geven. Plus een giveaway. Dus ik zie jullie snel weer. Doei!